Notatie van vectoren. We zitten in het boek Advanced Engineering Mathematics op pagina 359. Nou, als je nou kijkt naar een vector A, is die eigenlijk opgebouwd uit x en y. Hey, ik ga x naar rechts en y omhoog. Dan kun je ook zeggen, ik doe A1 en A2. En die A1 is gewoon de afstand die je in x-richting doet. En A2 is de afstand die je in y-richting doet. Plaatje erbij. Assenstelsel. Met x en y. Dan zeg ik, nou, ik ga A1 ga ik naar rechts. En ik ga A2 omhoog. Nou, en die A1 en A2 zijn natuurlijk gewoon getalletjes. En dit is die vector A. Je kan natuurlijk ook x en y noemen. Nou, nu hebben ze in het boek bedacht van, laten we nou die eenheidsvectoren, die ik net E1 noemde. Hè, dus ik had hier de eenheidsvector, deze E1. Hè, dat was 1 naar rechts en 0 omhoog. In het boek zeggen ze, nou, dat noemen we niet E1, maar dat noemen we de vector I. Prima. En de vector I is 1 naar rechts en 0 omhoog. Maar ze schrijven dat ook wel als 1,0. Nou, hier herken je misschien in de notatie in je grafische rekenmachine. Als we die er straks bij gebruiken, zul je ook zien dat het zo genoteerd wordt tussen die spekhaakjes. Normaal gesproken doe je dus een vector verticaal tussen haken, maar het kan ook met die spekhaken. Nou, die vector E2, de tweede eenheidsvector, E2. Nou, had ik bedacht, E2 is dan 0 naar rechts, 1 omhoog. En die noemen ze hier de vector J. Nou, dat is 0, 1. Maar je kunt ook zeggen, nee, 0, 1. Is beide van hetzelfde. En nogmaals, deze notatie, dat zie je in wiskundesoftware, zie je dat. Je ziet het in je grafische rekenmachine. En dat is eigenlijk wat er bedoeld wordt. Nou, als je nou bijvoorbeeld de volgende vector hebt, dan zeggen ze bijvoorbeeld A is 2, 3, 0. En dan zit ik bijvoorbeeld bij som 11 is dat. Ja, wij schrijven dat als 3, 3, 0. Zo. Maar je kunt ook zeggen, oh, dit is 3 keer de vector i plus 3 keer de vector j plus 0 keer de vector k. Wat zal die vector k dan zijn? Het is, nee. Ja, je hebt hier 1, 2, 3 eenheidsvectoren. Dat betekent ook dat je in de derde dimensie zit. Dit plaatje is gewoon tweede dimensie. Maar als ik dus drie dimensies heb, zou ik kunnen proberen om te schetsen. X, y, moet even kijken. Als dit zal de z-as zijn, hè? Bij jullie is de z-as naar beneden voor hydrografen. Want jullie denkwereld is in diepte. Maar laten we even dit wiskundig zo aanhouden. Als ik van x met een kurkentrekkerregel naar y beweeg, dan is dit de positieve z-richting. Nou, dan heb ik hier de eenheidsvector i, daar de eenheidsvector j en verticaal k. Zie je dat? Nou, dat is eigenlijk wat je misschien nog zou moeten weten om die sommen te kunnen maken. Het staat ook uitgelegd in de tekst.